Goedemorgen, Westland, Den Haag, Hoek van Holland, Rotterdam, regio waar je ook maar vandaan mag komen. Welkom bij weer een lekker Goedemorgen Westland trainingkie met Kevin. Hallo. En Timo. Hey, wat we straks gaan doen is rondjes van 1,5 minuut. Daarna heb je 15 seconden rust. En dan weer een ander rondje. En nog een rondje. En nog een rondje. En nog een rondje. Nou, dan hebben we dus 4 verschillende blokjes. En dat doen we in totaal 3 keer. Dus goed, zijn we pak een beetje 20 minuten zijn we lekker onderweg. En daarna zijn we klaar. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst even een warming-upje doen. Klaar voor Kevin? Kom op. Klaar voor? Kijkers thuis. Zo niet, dan zit je maar op pauze. Gaan we lekker beginnen met jump jacks in 3, 2, 1, let's go! Lekker even wat jump jacks, even wat opwarmen. Even dat lichaam een beetje klaarmaken. Dan gaan we allemaal een hoop leuke dingen gaan we doen, dus dat moet wel goed komen. Zo krijg ik het ook wel warm zat van, denk ik. Hoop ik. Ik hoop dat je niet te veel spierpijn hebt van de andere Goedemorgen Westlands of de Zoom workouts die je hebt meegedaan. Nog 15 seconden. Drie, twee, één. Yes, mag je doorzakken in een squat. Helemaal diep en ontspannen, dus je hoeft niet de spanning op de benen te houden. Je mag lekker diep zakken. Probeer je ellebogen wel om tussen je knieën te houden, zodat je die een beetje naar buiten kan duwen. Hou de borst wel op, hè. Zorg niet dat je door je benen naar beneden kijkt. Ga lekker rechtop blijven zitten. Beetje van links naar rechts. Beetje op en neer. Gaat die? Hij is lekker. Hij is lekker. Lekker zitten, een beetje niks doen. Hè? Beter zitten dan op deze manier dan op je bureaustoel weer. 3, 2 en jump jacks. Let's go. Af en toe kijk ik misschien even naar beneden of pak ik even wat. Maar daar staan mijn spullen en daar ligt mijn mapje ook. Ik kan dat natuurlijk niet laten zweven hier zo. Dus kan wel, maar dan moet ik het aan een touwtje hangen. Dan zie je mijn gezicht niet meer. En wat zou je nou liever willen? Het schriftje of moi? Dat dacht ik ook. 3, 2, 1 en gaan we met een walkout. Dus loop op je handen naar voren en loop daarna weer op je handen terug. En dat blijf je gewoon zo lekker herhalen. Eventjes een korte 20 tot 30 seconden. Teetje erbij voor de warmte. Nou, kijk uit dat je niet met je hoofd niet tegen je tv mee wil aanlopen. Oh. 3, 2 en jump jacks. Let's go. Nou, krijg je het al een beetje warm? Denk het wel. Ik denk het wel. Hoppa, nog 5, 4, 3, 2. Yes, mag je verder gaan met die walkout? Alleen nou doe je 2 keer een shoulder tap op het moment dat je uitgelopen bent. Dus loop naar voren, tik je schouder links, tik je schouder rechts aan. En je loopt weer terug. En dat doe je dan nog een keer. En nog een keer, en nog een keer, en nog in ieder geval nog maar 5 seconden. Dus het valt mee. 3, 2, 1, yes. En dan mag je wat squats maken. Gewoon normale air squats. Maar let op dat je voeten op de schouderbreedte staan. Zo door, hou je buik, billen en rug op spanning. Hou die borst een beetje op. Kijk naar voren, natuurlijk moet je een klein beetje kantelen. Maar het is geen deadlift. Het is geen ontspannen houding. Je wilt niks oppakken, je wilt gewoon zitten en staan. Zitten en staan. 3, 2, 1. Yes, mag je weer verder gaan met een walkout. En in plaats van 2 keer een shoulder tap, maak je 1 keer een push-up. Let's go. Dus loop naar voren. Push-up. Ja, ik heb natuurlijk even een teken nodig. Jullie zijn lekker bezig aan het sporten. Ik sta natuurlijk stil hier. Ik mag een beetje intern ook opwarmen, net als dat jullie nu met de warming up doen. Nog 10 seconden, dus kan je mooi nog 1 herhaling hier maken. 3, 2 en laatste keer jump jacks, let's go! Jump jack, jump jack, jump jack, boom, boom, boom.
3, 2, en rust. Oké, hey mensen, voor de rondjes zoals ik zei duren dus 1,5 minuut en daarna heb je 15 seconden rust. In die 15 seconden rust, let even goed op, want dan leg ik namelijk het volgende rondje heel snel uit. Check. Mooi, duimpjes, klasse. Hey, eerste rondje wat we gaan doen is 30 seconden squat hold. Dus je gaat gewoon zitten in de squat en je houdt hem op 90 graden houden vast 30 seconden lang. Daarna laat je eigenlijk een beetje naar voren vallen en dan gaan we naar de bear crawl stand. Push away, zoals we dat mooi noemen. Dus een mooie 90 graden bear crawl stand. Duw jezelf naar achteren. Mag je voeten of met je handen je knieën aantikken. En that's it. Nou, vind je dat nou een beetje spannend, dan duw je jezelf alleen weg. En dan zet je je handen weer voor je neer. Yes, nou schaal natuurlijk naar eigen kunnen. Hè. Lukt het niet, doe bijvoorbeeld een bear crawl shoulder tap. En als laatste doen we 30 seconden lunges. Yes, gaan we starten. In 3, 2, 1, let's go. Lekker zitten in die squat. Okay. Ja, dat was eigenlijk wel heel enthousiast gaan gillen al. En, ja, maar je moet gewoon zitten in een squat. That's it. Kijk, perfect. Perfect, perfect. Nog 10 seconden. Drie, twee, en gaan we naar de back roll stand, push away. Dus probeer die scheenbenen in die back roll precies mooi horizontaal te houden. Deze is en zwaar voor de core en voor de beentjes. Duw jezelf weg, tik die beentjes aan. Of tik die schouders aan of hou die handen boven de grond als je hem spannend vindt. Maar probeer die houding wel vast te houden. Dit is full body, dit is benen, dit is buik, billen, rug, schouders, onderarmen. Drie. Twee, en lunges! Let's go! Lekker race hier, Kev. Lekker oefeningetje. Zo, ik ben erop gewand. Kan ik meteen na, let's go! Let's go! Hop. Lekker hoor die lunges, lekker vooruit blijven stappen. Stap naar voren en duw die benen weer terug. Stap naar voren, duw dat been weer terug. Drie, twee, en rust. Volgende rondje starten we met een hollow hold positie, liggend op je rug. Schouders van de grond en je mag hem zoveel mogelijk strekken. Hoe meer je strekt, hoe zwaarder die wordt. Daarna gaan we naar een round the world. Je handen mogen naast je op de grond. En dan ga je met je beentjes van links naar rechts rollen. Rondjes maken om de wereld heen. En als laatste doen we 30 seconden of doen we sit-ups. 3, 2, en hollow hold, let's go. 30 seconden hollow hold. Nou, je ziet mooi aan Kevin dat hij dus zijn buikspieren bij elkaar trekt. Hij maakt een bolle houding van zijn rug. En hij blijft gewoon lekker stil liggen. Nou, als jij hem nou te zwaar vindt op deze manier, of je verliest de houding in je lichaam, maak hem dan iets korter. Dus kan je bijvoorbeeld je benen intrekken. Je kan ook één been intrekken, dat kan ook. Of je armen naar voren, het maakt allemaal niet uit. Als je hem maar lekker zwaar maakt voor jezelf. 3, 2, en yes, handen op de grond en ruimt de wereld. Rondjes draaien met die beentjes. Nou, je kan zeggen, joh, ik doe 5 links draaien, 5 rechts draaien. Of ik doe deze ronde alleen links. En de volgende ronde doe ik rechts. Halverwege, je kan ook halverwege omdraaien van kant. In principe maakt het allemaal niet zoveel uit. Maar als je maar lekker de spanning op die buikspiertjes houdt. 3, 2. En sit-ups, let's go! Klasse hoor, lekker bezig mensen. Jullie gaan perfect. En dan denk je, hoe ziet hij dat? Ja, dat is de kracht van de camera. Dat is de kracht van de camera, dat wij dat kunnen zien. Dus dat gaat gewoon goed. Jullie zijn lekker bezig en lekker sit-ups maken. Netjes die buikspieren die mee te trainen. Het is tenslotte bijna zomer. Of als je dit kijkt en het is al zomer, dan is het al zomer. 3, 2. En rust. Volgende rondje gaat bestaan uit een push-up hold. Oftewel, je gaat in een push-up houding staan. En je zakt met je armen op 90 graden. En daar hou je hem vast. Daarna gaan we door naar, even spieken, shoulder taps. Ga je rechtop, tik om en om je schouders aan. En de laatste 30 seconden zijn push-ups. 3, 2, 1. En start maar. Push-up hold.
Ja, je kan de push-up hold iets minder zwaar maken door natuurlijk net als met de normale push-up hem vanaf je knie te doen, zoals je bij Kevin ziet. Je kan hem ook ietsje hoger doen, dan wordt hij ook iets minder zwaar. Maar let erop dat je hem niet onder de 90 graden zakt. He, hou hem boven 90 graden, want anders is het gewoon uitrusten. Dan is het gewoon met je armen hier zo liggen. Nou, je moet hem natuurlijk wel lekker zwaar maken. Gaat er nog, Kev? Gaat er nog mensen thuis? Nog 3, 2 en shoulder taps. Rechte houding, rechte plankhouding. En houd het lichaam helemaal stil. He. Anders zou ik een stok opnieuw op je rug leggen. Dat kan dan niet met de kracht van de camera. Maar dan blijft jouw stok blijft op je rug helemaal recht liggen. Halverwege. Dit is lekker, hè? Lekker, een beetje verzuring in die armpies. Een beetje verzuring in die buik. Want hè, van die buik vind je net toch, Kev? Ja. Perfect, perfect, perfect. 3, 2 en push-ups. Let's go. In één keer door naar die push-ups. Kom mensen. Het zijn allemaal supersetjes van dezelfde spiergroep. Dus dat is even doorbikkelen. Want je doet eigenlijk gewoon 90 seconden lang dezelfde oefening. Je is letterlijk bij met die push-ups. Hou dat lichaam recht. Neem hem mee. Duw die grond onder je vandaan. Moet je even uitrusten, is natuurlijk geen probleem. Houd het, knijp met die buik, knijp met die armen. 3, 2, 1 en rust. Volgende rondje, tevens het laatste in dit blokje, zijn 30 seconden mountain climbers. Daarna 30 seconden frog hops en daarna 30 seconden burpees. Nou, deze zijn allemaal bekend, dus die hoef je niet voor te doen. En anders moet je goed opletten bij Kevin. In 3, 2 en mountain climbers, let's go! Ja, het is vandaag een bikkelrondje hoor, moet ik zeggen. Ik zat nog te twijfelen tussen 15 seconden rust of 30 seconden rust. Toen dacht ik, nah, iedereen is natuurlijk mega fit aan het worden. Moet natuurlijk wel even doorbeuken. Dus we pakken lekker 15 seconden rust in plaats van 30. Toch? Ja, dat dacht ik ook. Hou vol, hou vol. 3. 2 en frokops met die voetjes van voor naar achter springen. Komt ie. Hop, naar voren, spring naar achter. Spring naar voren, spring naar achter. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hop, hop. Ja, hoor, lekker hoor. Hou vol. Hou vol. Spring er naar op en spring weer neer. Blijven aanhalen. 3, 2 en burpees. Helemaal plat. Helemaal op, helemaal plat, helemaal op. Ja, Kevin heeft net, we hebben ongeveer 15 minuten geleden, hebben ook de Goedemorgen Westland 5 geëindigd met opnemen. Dus eigenlijk is Kevin gewoon lekker twee workouts achter elkaar aan het doen. Het gaat als een kanonskogel gaat hij. En dan denk je, twee workouts inderdaad, ja, hij heeft er gewoon twee gedaan al. Dus hou hem lekker vol en rust, 15 seconden rust. Nou, dan gaan we heel het rondje nog een keer doen. Gaan we dus weer starten straks met de squat hold. Gaat het, Kev? Ik leef nog. Hij leeft nog, hij leeft nog. 5 seconden en dan gaan we weer starten met 30 seconden squat hold. In 3, 2 en start maar. Squat hold, blijf goed die spanning houden op die buik, op die billen. Duw actief die knieën naar buiten. Kom, Kev, knieën naar buiten. Juist, goed zo. En focus op, ik zie hem thuis ook niet stiekem inzakken. Hop, op die 90 graden, een stukje omhoog nog. Halverwege. Voordat we weer naar die bear crawl stand push away gaan. Mijn favoriet van deze training. Eentje omhoog. Ja hoor, kijk, goed zo. Ja, ik moet alles in de gaten houden. 3, 2 en van de voren. Bear crawl stand push away. 1, 2, let's go. Kom op, tijd loopt. Tijd loopt. Houd het lichaam recht. Probeer die push away vanuit die arm te duwen, niet vanuit die heupen. Dus hou die hoek gelijk van die heupen en knieën. Schouders gaan omhoog. Duw jezelf weg. Hou vol. Gaat ie? Oeh, leuk is dit, hè? 3, 2 en pap! Lunges! Komt ie, let's go! Staan en stappen maar. Het enige stappen wat we nog een beetje doen deze dagen. Dus neem het ervan, zou ik zeggen. Als je dan denkt, joh, het is nog niet genoeg, mag je dit ook jumping doen. Hij deed het even voor het voorbeeld, hè? 3, 2 en rust. Mega. Mega. Nou,
Wie weet wat er gaat komen, de hollow hold, hè? Okay. 5 seconden. 3, 2, en hollow hold. Nou, dit zijn de buikspiertjes, die hebben we net niet gehad. Net lekker wat beentjes. Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Maar, lekker vol blijven houden deze. Lekker vol blijven houden. Kijk hoe lang staat op de teller. Oh. Lekker hoor mensen, kom op, hou hem vol, hou hem vol, hou hem vol. Nog 10 seconden, knijp de buikspieren bij elkaar, kom op, maak die rug bol. Er zou geen vloedje tussen kunnen meer, geen vloedje tussen jij die onderrug. En dat is hier, 3, 2, en rondjes draaien, around the world met de beentjes, let's go, let's go. Nou, je mag de handen dus naast je neerleggen en de schouders omhoog. Je mag ook, zoals je ziet bij Kevin, de handen onder de billen doen, zodat je je heupen wat lift, zodat die iets makkelijker wordt. Dat is te begrijpen, want het is een pittig workoutje dit. Het is een pittig workoutje. 10 seconden. Nog 3, 2 en sit-ups. Let's go. Nou, dat is een beetje bijkomen, hè? Nou, bijkomen. Wat een rust, wat een bijkomen is dit, zeg. Lekker hoor. Oh nee, dat is voor Hans World Girls. Nog 10 seconden voor deze ronde. En rust. 15 seconden rust. En dan gaan we naar de push-up hold. Met de shoulder taps en de push-ups. 5, 4, 3, 2. En let's go, push-up hold. 90 graden push-up hold. En zoals je ziet, dat is een 90 graden hold. Als je verder dus zakt, dat is geen 90 graden meer. Dat is uitrusten. 90 graden of net erboven, dat mag ook nog. En hij mag natuurlijk ook vanaf de knietjes. Maar hou hem vol. Je kan dit vaak langer volhouden dan dat je denkt. Hè? Vaak wil je gewoon stoppen in je hoofd, maar zorg ervoor dat je gewoon door blijft gaan. Nog 3, 2 en shoulder taps. Let's go. In die voorlichtsteun, om en om die schouders aan te tikken. He, en je wordt wat moeier, maar houd het lichaam stil, mensen. Houd het lichaam stil. Kom op. Oeh, halverwege. En onthoud met de shoulder taps. Slow is smooth. Smooth is fast. Hoe langzamer je tikt, hoe sterker je wordt. 3, 2, en opdrukken maar. Push-ups. Let's go. Let's go. Ja, we zijn er bijna, Kev, we zijn er bijna. Hou vol mensen. Dit is een zware ronde hoor. Push-up met die armspiertjes, dat zijn kleine spiertjes. Hop, helemaal zakken, helemaal omhoog. Tik met die borst de grond aan. Duw jezelf eruit, doe er een paar rust uit. Doe er een paar rust uit, maar blijf in beweging. Niet te lang stil, ik zie het wel. Niet te lang blijven zitten, hè. Je hebt maar 30 seconden. Kom op. 3, 2, en rust. Hoppa, gaan we weer naar de mountain climber, volkop en de burpee. Lekker hoor. Lekker muziekje op de achtergrond. Tenminste jullie. 3, 2 en mountain climbers. Let's go. Halverwege. Kom op, Kev, hou hem vol. 3, 2, en frog-ups. Let's go, let's go, let's go. Frog-ups. Netjes, van voor naar achter. Probeer die heupen lekker hoog te houden. Hoe meer je die heupen omhoog houdt, hoe minder je uit je beentjes doet. Nou. Beentjes heb je nog wel nodig, want we gaan straks nog één rondje doen. Een kleine aangepaste ronde wel, maar... Dat is niet. Wat? 3 rondjes had ik gezegd, hè? Dat is niet. 3, 2, en burpees! Burpees, burpees, burpees. Everybody loves burpees. Jullie ook toch thuis? Als jullie allemaal lachen dat ik van als ik zeg burpees. Kom op, Kev. 1, 2, naar beneden. En op. Hoppatee. Klasse hoor, klasse. Nog 10 seconden, dan heb je weer even rust. En dan gaan we de laatste speciale ronde in. Nou, je weet wel wat dat betekent als ik speciaal zeg. En rust.
Lekker hoor mensen. Hey, we gaan straks heel deze ronde nog één keer doen. Maar we hebben geen rust meer. En we doen alles 15 seconden. Dus 15 seconden, 15 seconden, 15 seconden, 15 seconden, 15 seconden. Dus dat 12 keer 15 seconden. Allemaal even knallen. Laatste sprintronde zoals je zo kan zien. En daarna zijn we klaar. Kijk, we starten weer met de squat hold. 15 seconden. In 3, 2, en let's go. 15 seconden squat hold. Hey, dit zijn allemaal maar korte rondjes, hè. Korte rondjes. Even sprinten, even doorzetten. Ook voor die dynamische oefeningen. Even doorpakken. Dan gaan we door naar de push away. 3, 2, en weer knals. Push away. Push away. Kom op. 1, tik weg. 1, tik weg. Niet te hard. Nu doen we gewoon lekker sprinten. Tik, 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 tik. 1, 2, hop, hop. 3, 2, en lunges. Let's go. Hop, in één keer doorstaan. Tijd blijft lopen, mensen. Niet te... Hey, kom op. Ik zie het. Hey, onthoud de kracht van de camera. Wij zien dit gewoon wat jullie doen thuis. Die energie, die voelen wij. 3, 2, en hollow hold. Let's go. Hollow hold. 15 seconden maar. Nog 5. 3, 2, en around the world, let's go. En hierna gaan we weer naar de sit-up. Dus hierna doen we weer de sit-ups. Cool, blijven draaien, blijven draaien. Helemaal omhoog, helemaal naar beneden. 3, 2, en sit-ups, let's go. Klap, sprinten, hè? Sprinten had ik gezegd. Lekker bezig, mensen. Kijk, hier doe je het voor, hè. Hier doe je het voor. Lekker moe worden, lekker even uitputten. Hierna gaan we door naar de push-up hold. In 3, 2, en push-up hold. Let's go. 90 graden push-up hold. Klasse. Nog 3, 2, en shoulder taps. Tik aan, en tik aan, tik aan. En als je 4 shoulder taps kan doen in de tussentijd, dat zou een mooi aantal zijn. 3, 2, en push-ups, let's go! Push-up, 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 push-up. Neem het lichaam mee, duw die buik en billen ook mee omhoog. Hierna gaan we door naar de mountain climbers in 3, 2, en mountain climbers! Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, Kev! 45 seconden mensen, dan zijn we klaar, minder zelfs. 3, 2, en frog hops. Kom op, bijna klaar, kom op, Kev, bijna klaar, zet door. Hop, 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 hop. Kom op, jullie kunnen het, niet stoppen. Hierna is het gedaan, hè? Hier nog maar 1 keer 15 seconden burpees en dan is het klaar. Kom op, hou vol. 1, 2, 1, 2, 3, 2, en burpees. Let's go, 15 seconden zijn je zeker 3 burpees op een sprinttempo. 1, 2, kom op. Zodra je staat, moet je even liggen. 1, 2, op. En neer, kom op, Kev, nog zeker 3. Kom op, in één keer op en in één keer neer. We zijn er bijna, halverwege. 3, 2, en rust. Oeh. Even lekker kort en heftig trainingje dit. Schud jezelf even een beetje los. Armen, benen, hoofd even een beetje losschudden. Neem een slokje water. Dus mag je armen even gewoon naar achter zwaaien. Dus. Om en om, even zo knuffelen en weer terug. Dus. En om en om, boven, onder. Van links naar rechts. Lekker ontspannen. Hè? Blijf ook normaal ademhalen. Even een beetje manjana manjana. Na deze pittige workout. Yes. Mag je naar voren. En weer omhoog. Dus moet je benen even...
los. En de andere kant. Hop. Nee, een beetje op en neer losspringen en schudden. Zo. En we zijn weer klaar voor vandaag, mensen. Hey, lekker getraind, weer goed gedaan. Lekker even kort, lekker intensief, even geknald. Mocht je nou denken van joh, het was niet genoeg, doe je hem gewoon nog een keer. Dat is gewoon een optie, hè. Dat mag gewoon met Goedemorgen Westland. Dan kan je gewoon aanzetten, opnieuw terugspoelen en aanzetten. Of je doet natuurlijk een andere workout. Nou, denk je dan, joh, ik wil eigenlijk nog wat meer stretchen. Pak dan lekker een stretch workoutje. En zo niet, dan wil ik je in ieder geval bedanken voor weer een lekker trainingkie. Fijne dag, ochtend, avond, middag, waar je hem ook dan mag nog gaan doen. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien. Blijf gezond, eet gezond, drink gezond. En vooral lekker blijven sporten. Tot ziens! Tot ziens!